Tijdens een persconferentie in Courtyard by Marriott is het nieuwe kabinet Santokki-Brunswijk gepresenteerd door de coalitie, bestaande uit de VHP, ABOP, NPS en de PL. Dit ministersteam wordt donderdag beëdigd. Op die dag vindt ook de inauguratie van Santokki als president en Brunswijk als vicepresident plaats. Vicepresident Ronnie Brunswijk presenteerde het team door het opnoemen van de namen. Laten we beginnen dat ook vandaag in het parlement meneer B. is gekozen tot voorzitter van de Nationale Assemblée uit ABOP-gelederen. President-elect is naast mij hier Chandrika Prasad Santokki, mijn persoon als vicepresident. In de ministerraad zullen we dan hebben de eerste vervanger van de voorzitter van de raad van minister. En dat is meneer Albert Ramdien, die wordt dat. Maar het team zelf ziet er volgens uit. Minister van Financiën en Planning komt uit VHP-gelederen. En dat is meneer Armand Akaliber Singh. Nummer 2 hebben we ministerie van Justitie en Politie. En daar hebben we de ABOP, en dat is niemand anders dan Kenneth Amoksi. Nummer 3, ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar hebben we PL. Bronto gaat dan in plaats van de vader, want in feite had de voorzitter van PL gezegd dat hij zelf zou gaan, maar hij heeft er al van afgezien. Dus Bronto Somohario. Die wordt de minister daar. Nummer 4. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking. Dat is ook van de VHP. En daar hebben we ons zwaar gewicht. Dat is meneer Albert R. Ramdien. Nummer 5. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dat is ook van de VHP. Pratlaap Sjoedien. Zal daar de schepper zwaaien. 6. Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Dat is van de NPS. En daar hebben we mevrouw Marie Levens. Nummer 7. Op de lijst zien we ministerie van Volksgezondheid. En dat is ook van de VHP. Daar hebben we Amar Ramadin. Nummer 8. Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Dat is van de ABOP. En daar hebben we mevrouw Diana Pocky. 9. Ministerie van Defensie. Hebben we daar ook. Is van de VHP. Krishna Mathura. Nummer 10. Ministerie van Openbare Werken. Is ook van de VHP. En daar heb je Riyad Noor Mohamed. Nummer 11, ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie van de VHP. En daar heb je Saskia Walden. 12, ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dus van naar de ABOP. En daar hebben we David Abiamofo. 13, ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Wordt weer in het leven geroepen. En daar gaat ABOP. En daar hebben we een inheemse. En dat is meneer Albert Jubitana. 14. Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Daar wordt PL. Hanif Ramcharan gaat daar. Ministerie, dat is nummer 15, ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, van de VHP, Rashma Kuldeep Singh, gaat daar. Hebben we nummer 16, ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, dat gaat naar de ABOP, en daar gaat mevrouw Gracia Emanuel. En de laatste, ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het gaat naar de NPS en daar gaat Silvano Chun Aheng. Dat is het team.
Tot zover vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag tijdens een persconferentie in Courtyard by Marriott. Tijdens deze bijeenkomst is het nieuwe ministersteam van het kabinet Santokki-Brunswijk gepresenteerd.